Je gaat spelen in de rol van John van der Brom. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, in de oefenwedstrijden is het toch altijd wat anders. Maar ik heb vorig jaar al enkele keren daar gespeeld. En ik hoop dat ik die weg vorig jaar door kan zetten. Alleen deze oefenwedstrijden zijn een beetje om met Hans en Theo een goede overeenstemming te komen. Dat het alles soepel gaat verlopen. En daar zijn die wedstrijden natuurlijk wel goed voor. En we hopen dat we zondag tegen Atletico Bilbao daardoor een goed resultaat neer kunnen zetten. Okay. Ja. Wie was ik? Ben Ihora, how do you like it so far in Arnhem? Hoe bevalt het je tot zover in Arnhem? Ik heb nou met de guys. Oké, geen probleem. Gaat prima met de jongens en ik heb er plezier in. You like this day? En hoe bevalt je deze open dag? Oh goed, ik heb het vaker meegemaakt, dus het is voor mij eigenlijk niks nieuws. How is playing with Vitesse? Hoe speel je bij Vitesse op dit moment? Prima, we werken hard en dat is natuurlijk goed. What position do you play? En welke positie speel je? Linksverdediging en links middenveld. Heb je met John van der Brom gespeeld, nu met Philippe Cocu, hoe gaat dat? Nou, de samenwerking verloopt redelijk. Ik ben nog een paar wedstrijden geblesseerd geweest, zodat Philippe ook nog weer op een andere positie moest spelen. Maar het gaat wel goed. Philippe is natuurlijk een heel ander type John en we zullen wat aan elkaar moeten wennen, maar ik heb er alle vertrouwen in. Over een maandje speel je tegen een Engelse tegenstander. Dat moet jou aanspreken. Ja, zeker. Het Engelse voetbal heeft me altijd wel getrokken. Omdat het zeker heel aanvallend is en heel veel strijd levert. Dat past precies in mijn straatje in principe. Dus ik kijk er wel naar uit, naar die twee confrontaties.